Welkom terug in ons fijn Fischini Café, waar het al 3 dagen lang 1 groot feestje is. En we gaan ook veel meer leuke dingen doen. Maar we gaan eerst een stukje omhoog in onze provincie, naar Oeteldonk. Daar is onze eigen Willem-Jan. Ik zie de reclamestoeter al aankomen. Willem-Jan, dat betekent dat het er echt aan gaat komen. Zeker weten. Het is heel dichtbij nu het begin van de optocht. De reclamestoet trekt nog even achter ons voorbij, of beter gezegd voor ons. Goedemiddag, live vanuit Oeteldonk. Sertogenbosch. Sinds gisteren is het hier Oeteldonk en het is echt werkelijk ongelooflijk. Sinds 5 minuten Jan van der Besselaar, ja, van Bostion. Van Bostion. Zon. Schijnt de zon. De zon. Hij schijnt. Je had er net een hele goede verklaring voor. Ja, onze lieve heer, dan moeten we een Oeteldonker zijn eigenlijk. Juist. En, want wij kwamen hier vanmorgen binnen, het was gewoon koud hier op de parade. Stromende regen, vieselijk weer. En nu is de zon erop, de hoogheid komt eraan. Wij wilden nog meer, het thema dit jaar is Oeteldonk laat u zweven. Ja, als je nou niet los van de grond komt met die zon erop. Precies. Ik weet het niet meer. Beleef het mee, de komende tijd, de komende uren. We gaan het je brengen, we gaan het je live laten zien waar je ook bent. In Krabbegat, in Lampagat, in Tulpetanenstad. Maakt niet uit, kijk mee naar deze fantastische optocht. Kleurrijk en heel actueel, hè? Want er wordt behoorlijk ingespeeld op alle lokale gebeurtenissen die van belang zijn. Internationale, lokale en interlokale gebeurtenissen, maar beter gezegd. Nou ja, we hebben dadelijk in de optocht een 13 praalwagens meerijden. 7 grote loopgroepen en nog een hoop kleintjes tussendoor. Maar die zullen met name thema's als de Bartenbrug. Dat is een brug die wil maar niet afkomen. Ja. Daar zijn ze al 5 jaar mee bezig, miljoenen gekost. En er ligt nog niks over dat water heen. Het gaat nergens over. Maar wel een mooi thema natuurlijk om op die praalwagens terug te laten komen. Oeteldonk laten zweven natuurlijk. Dat hebben ze opgepakt als jaarthema aan loopwagens. Ja, daar kunnen veel mee. Daar kunnen heel veel mee. En daar hebben die bouwers en ontwerpers heel goed weten te verbeelden. Ik heb al wat foto's gezien. We zijn al een keer met Bostion wezen kijken van tevoren in de bouw al. Daar wordt een plaatje. Dat denk ik ook. Daar wordt geniet. Carnavalstemperatuur 7 à 8 graden. Windkracht 2 of 3 ongeveer. Dus ideaal optocht weer. En zo koud als vorig jaar is het niet, hè? Nee, volgens mij scheelt 15 graden. Nee, want daarom staan we nu ook op de parade. Vorig jaar stonden we in de bestraat. Het is nog een beetje een Y-gap, trekgap noemen we. Ja, in de schaduw. En hier, de zon in uw nek. We hebben er nergens meer over. Precies. De zon vanuit het zuiden hier op de parade. Dicht bij die prachtige Sint-Jan. Waar de vlaggen wapperen, waar de kleuren nog beter tot uiting komen. Nou, fantastisch. Dit wordt me een dag. Oh, ik hoor ze al dichterbij komen, hè? Wie komt er zo meteen als eerst trouwens, Jan? Nou, wat je dadelijk ziet, want dat is even een verandering ten opzichte van alle voorgaande jaren. Voorop zien we natuurlijk de peer. Dat is, die mensen dadelijk hoog op een sjee staat in een koets. Dat is zeg maar de burgervaai van Oeteldonk. In zoverre nog niks anders. Maar kort daarachter komt de hoogheid. Prins Amadeiro, zo krijgen we dat. Prins Amadeiro de 25e. Die zat voorheen achteraan. Maar inderdaad, als het wat kouder is, dan gaat niemand meer wachten op die prijs. Nee. Dan krijgen ze de laatste praalwagen zien. We gaan binnen lekker met de koffie. Ja. Dus nu hebben ze die hoogheid vooraan gezet. Met als gevolg dat hij als eerste op de mat is. En dan gaat hij daar ook de rest van de optocht ontvangen. Dat is ook gezellig voor die mensen. Heb je toch een keer van de voorkant gezien. Ja. Want anders zit je alleen tegen de konten van die mensen aan te kijken als je aan de achterkant meegaat. En nou, die zie je er vooraan. Er zitten nog een aantal koetsjes erachteraan van mensen met een hoop centen. En waar het geld vandaan komt voor de Oeteldonkse Club. De Oeteldonkse Club is een organisatie die het carnaval faciliteert. En die herkende de mannekes met dat soort zwarte steekjes. Ik weet niet of je dat nou in beeld ziet, maar... En dat is een beetje, zeg maar, kort samengevat, de kop van de optocht. De kop van de optocht, die gaan we nu beleven hier op de parade. De zonovergoten parade, want dat is het inmiddels. Waar het echt rijen dicht gaat, staat, ik overdrijf het niet hoor, 1, 2, 3... Hier 4, 5 rijen dik, echt waar. Mensen die moeten moeite doen om nog een glimp kunnen opvangen van deze optocht. Die op het punt staat te beginnen. Het is altijd de vraag hoe laat die precies begint. Nou ja, het is 3:01 op de prachtige Sint-Jan. Nog weinig bloesem hier te zien. Maar het voelt al lenteachtig aan. En Oeteldonk, en moet ik eerlijk persoonlijk zeggen dat je sowieso altijd van de carnaval wat warmer wordt. Ook al is het -10. Ik in ieder geval wel. Daar zijn we weer. Thank you.
staan niet open, hè, of wel? Dus even informeren waar ze zoal vandaan komen. Waar komen jullie vandaan? Uit Den Bosch. Ja. Allemaal Den Bosch hier? Ja, ik woon in Den Bosch. Zijn er nog mensen van buiten Den Bosch hier? Wij wonen buiten Den Bosch. Wij wonen in Overasselt bij Nijmegen in de buurt. Niet zo ver hier vandaan, een half uurtje. Een half uurtje rijden, ja. Geen bosse sjaal aangetrokken? Mijn man wel. Ah, heel mooi. Ja, kijk, dit is ook een mooie sjaal, hoor. Wel een bosjasje. Een bosjasje? Ach, ik zie het, ja. Wat staat erop? Love me, love the world. Ah, prachtig, hoor, prachtig. Want dat valt op hier in Den Bosch. In Oeteldonk kun je overal van dit soort sjalen kopen. De geel, rood-witte sjaal, de bosse sjaal. Overal te koop, dus je kunt je een beetje bossenaar voelen op een dag als vandaag. Mocht je geen bossenaar zijn, kun je toch de moeite doen om jezelf bossenaar te voelen. En ik moet eerlijk zeggen, als ik hier zo sta, ik voel me ook wel een beetje een bossenaar. Ik zou het in ieder geval graag willen zijn. En terwijl de postkwakers aan ons voorbij trekken, kijkt er inmiddels, de meesten kijken wel, naar de peer. Zie je het? De peer van de Muggenheuvel tot een bobber. En naast onze peer, het manneke met bolhoedje, dus zijn assessor Kees Winkels. En kijk hem stralen. Daar ging je bijna. Uitgestraald. Maar de peer is blij. Gisteren mooi weer. En dit jaar, hier op de parade begint het pas. Je kijkt hier nog naar het gevolg van de peer. Dat is de gemeenteraad. De mennekes. En hun motto is, nu is het feest. Alle zaken zijn vanmorgen. Je ziet Keesje, zijn assessor. Ja, dat kan alleen maar dromen. Trouwens, daar ben ik met die witte boordjes, die ik niet weet. Dat is Driepakaan, de veldwachter. Ik ben gewoon kei blij, zon op hun gezicht. Ondertussen kan ik even zeggen voor de kijkers. Zowel ik als mijn collega Willem-Jan, wij zijn naar boven gegaan. En naar boven betekent in het huis van de kring, vrienden van Sint-Overmons. Zitten we keurig op de eerste verdieping. De optocht gade te slaan en aan ons voorbij te laten trekken. Zodat wij ook iets zinnigs kunnen zeggen. Dan worden we niet allemaal gedouwd en dan onze jasjes getrokken. En dan kunnen we ook een beetje vertellen over de verhalen van de bouwers. Voor zover je dat zelf al niet gezien hebt in de bouwhal. En voor de mensen voor wie het allemaal nieuw is. Ja, dat doen we het eigenlijk helemaal voor. Want die vertellen we van alles nieuws. En als je denkt, dat is oud nieuws, dan... dan neem het even ter kennis aan. Op toetst of we het goed hebben. Dit zijn mensen van het Eilandbestuur volgens mij. Het zijn wel koetsen, het zijn echt oude koetsen. Het is een stukje erfgoed van Oeteldonk. En Oeteldonk heeft veel erfgoed. En een hoop is natuurlijk niet tastbaar, maar sommige zaken zijn wel degelijk tastbaar. En denkt er na de carnaval, goh, daar wil ik toch wel eens iets meer van zien. Dan moeten ze naar het gemeentemuseum komen. Dat is echt een carnavalsmuseum hier in Oeteldonk. Gemeentemuseum. Je moet dat maar eens opzoeken op Google. Maar daarin leerde zeg maar de brug waarom wij toch iedere keer in Oeteldonk zeggen, wij hebben ons eigen carnaval. Dan wordt er nog eens uitgelegd. We zullen straks gedurende de optocht een beetje uitleggen van wat was nou dat spel. Want we hebben ieder jaar toch weer nieuwe Oeteldonkers aan wie wij vinden. Dan moeten we dat toch nog eens een keer goed uitleggen. En de jungskes en meskes van Spuithelf. En dan zie je de mennekes met de blauwe petjes. Dit zijn de stokpetjes. Zo konden zeg maar in de prinsengroep terecht, stokpetjes. Dit zijn vaste onderdelen in de optocht, hè? Ieder jaar
gaan de stokpaardjes vooraf aan het begin van de optocht. Ja. Die zul je nooit halverwege aantreffen. Nee, dit is gewoon een vast onderdeel, vaste volgorde. Blauwe pakken, stokpaardjes. Dan daarachteraan in de rode ruiter pakken op de pijtjes, de biezenpijtjes. Weet jij wat het verhaal achter die stokpijtjes is? Is dat zeg maar de ruiterij van Den Bosch, hè? Als garnizoenstad? Heb je enig idee? Ja, nou, daar komt het een beetje vandaan. Hè? Ik bedoel, we zitten hier aan de parade. We kijken eigenlijk vanuit het Kringhuis tegen het theater aan de parade. Hier stond vroeger ook gewoon de, en vroeger, dat is dan een 100 jaar terug, de Marseillaise-kazerne. Met daarachter ook de stal. Ja, we hebben onze historie daar wel een stukje mee vastleggen. Nou, van hier kijk je naar de prins, de Noordheid. Dus voor hem nieuw. Vooraan. Badend in het licht. Badend in het licht. Hij zou wel geschrokken zijn toen hij die bocht had gemaakt onder Sint-Jan. Want tot die tijd, ook al schemerzon, had hij in de schaduw staan. En, ja, voor een echte Oetel moet het natuurlijk even verrassing zijn nadat je uit de sloot komt en vervolgens ineens al het licht ziet. Ja. Nou, hij ziet hem ook in de stokpetjes. Blijen. Ja. Weet je hoeveel kilometer ze moeten lopen op een stokpaardje? Hoogheid die staat nu zeg maar richting, nou ze zijn eigenlijk al klaar mee. Bij de rolstoelturbine heel even stil, spreekt ze daar even toe. Geen idee eigenlijk wat hij gezegd heeft, maar ik kan me zoiets voorstellen dat hij blij is dat ze er zitten. Dat hij hoopt dat zij blij zijn dat hij er is en dat het mooi weer is en dat ze kunnen rekenen op een hele geweldige optocht. Ja, dat zou het zo wel kunnen zijn. Zoiets zal het zijn geweest, ja. En als hij daar nog op terug wil komen, dan heb ik wel een mailadres, dan zie ik daarna de carnaval wel. Maar ik denk dat ik een heel even goed zit. En dan is die regenkap die hij daar bovenin heeft in die wagen, dat is toch in één keer een zonnekap geworden. En dan mag het verhaal wel, het plaatje wel kloppend. Want wij prediken toch altijd dat we uit het moeras komen. Dat is toch iets waar vroeger nat was en langzaamaan droog komt te liggen. Na regen komt zonneschijn, dan zitten we in deze fase, zit, zeg maar, is ook het ontstaan van Oeteldonk geweest in 1882. Als verzet tegen een bisschoppelijk besluit om de vastenavond hier in 's-Hertogenbosch zeg maar, te ontnemen, hebben ze dit spel bedacht. Daarvoor hebben wij ook een hoogheid die komt van buiten Oeteldonk. Dus van boven de grote riolen, zeg maar. En die mag samen met... hij mag zijn ambt vervullen zolang als dat hij dat wil. Dus hij is niet voor een jaar of voor een paar jaar. Zolang als dat hij er zin in heeft, mag hij dit doen. En hij geeft zelf aan van, joh, ik trek het niet meer. Of het is niet tijd voor opvolging. En dan samen met zijn adjudant, dan treden ze af. Dus, en dit doet hij nu toch al een behoorlijke tijd. Vraag me niet precies op de dag hoe lang. Maar... ik heb niet het idee dat hij dit jaar zijn ambt aan de willen hangt en had er zin in. Hij is altijd van buiten, hè? De prins van ’s-Hertogenbosch, prins van Oeteldonk. Ja. Moet geen geboren Oetel zijn. Het, andersom, het mag niet eens een Oeteldonk zijn. Mag niet, niet toegestaan. Ligt in het spel vast. Ja. En nou ja, dan wordt natuurlijk met een ontzettend veel geheim... hoe op dat moment dan zo'n commissie met zo'n kandidaat aankomt. Maar ze hebben er altijd goeie voor gevonden. En nou, we zullen het er heel even over hebben. Zij vroeg mij vanmorgen, hoe heet die in het echt? En jij zei, geen idee. Ja, wij, echt geen flauw idee. Ik heb het ooit geweten, maar bewust inderdaad heel snel vergeten. Want anders ga ik een keer die namen door elkaar heen gooien. Dit is voor mij de hoogheid, totdat hij zegt, ik stop ermee. En dan gaan we het dus over zijn andere leven hebben. Maar tot die tijd is hij hier gewoon de hoogheid van Oeteldonk. Ja, een andere leven doet er ook niet toe. Nee, en die komt hier aan op zondag 11 over 11 op een Ron 1. En daar is hij totdat Knillers om dinsdag om 12 uur wordt begraven. Op de markt. Op de markt. Is dat de hoogheid?
En wat je wel ziet, en dat is wel een ontwikkeling in het Oetroos carnaval. Vroeger werd er in Hoogheid ook nog voor de carnaval wel eens op feesten binnengehaald. En ook buiten die drie dagen. Het is wel, zeg maar, aan de Oetroos club. Die hebben gezegd van nou, we gaan toch weer naar dat spel wat we ooit in 1882 bedacht hebben. We houden het zoveel mogelijk in de komende jaren echt op die drie dagen van carnaval. En daarvoor kunnen we allerlei veurproeven en opwarmfeesten hebben. Maar dan willen we die Hoogheid exclusief houden. De prins is afgedaald richting zijn volk, richting de Oetels. Wat gaat hij doen? Enig idee? Ik heb geen flauw idee. Nee. Hij is afgestapt. Hij heeft ze net toegesproken. Ja. Even een bakse schobbelen weggewerkt. Van andere Jägermeister. Ja, dan doet hij toch denk ik degene wat hij al jaren doet en waar ze dan in de evaluatie zeggen, nou, houd alles op. Gaat toch een aantal van die mensen allemaal persoonlijk even een handje geven. Dat is toch aardig. Dat gaat echt gebeuren. Dat gaat hij echt doen. En gelijk heeft hij. En dan worden we weer tal van vergaderingen na afloop. Ja, dat stopt niet in het draaiboek. Hij is de Hoogheid. Punt. Zo kun je het ook bekijken. Dat doen de koning en de koningin ook wel eens. Het lijken van het draaiboek. En dat maakt het extra leuk natuurlijk. En niet alleen de Hoogheid, maar het hele gevolg erachteraan. Hè? De hoogheden van Oeteldonk dragen altijd de naam Amadeur, hoor, sinds het begin van carnaval in 1882. Ja. Amadeur, en dan de officiële naam is Prins Amadeur. Ricosto di Carnavallo, ridder van het Rexham. Nou, draai Rexham maar eens om. Heer en meester van Oeteldonk en deszelfs omliggende watervrije moerassen en zandwoestijnen. Enzovoort, enzovoort. Met zijn adjudant Hertog Dubois van Amstel, begeleid door het gevolg van de prins, gevolg is de mannetjes met de gele capes. Dat is even voor de mensen, de geschiedkundigen, zijn officiële naam. En hij heeft gewoon overal tijd voor. De prins, de Hoogheid, die logeert tijdens de carnavalsdagen in het hotel op de mat. Daar heeft hij zijn eigen hemelbed, exclusief voor de Hoogheid. We hebben dat eerder in de uitzending ook bij onze Bostion kunnen zien hoe dat bedje eruit zag. Gaan we dat nog nooit mogen bekijken. Dan mag het allemaal wel een beetje speciaal en bijzonder bij die mensen dan. Gouden kramen. Ja. Ik zou wel zeggen, nog niet naar het Russisch neigend. Maar Nee. Het is niet de presidentiële suite van Janukovic. Het is het crème de la crème, zeg maar, hier op Oeteldonk Plaza, hier op de mat. Gewoon lekkere bossen chic. Ja, en een mooi uitzicht. Bovenin daar naar beneden. Niet alleen stokpertjes zijn er, ook echte pertjes. Er zijn ook echte pertjes en het zijn flinke pertjes. Ja. Ik moet zeggen, want die komen allemaal uit de omgeving. Kerkdriel, Rosmalen van tevoren. Ik weet er maar van één zijn naam. En daar is, maar die is al inmiddels al voorbij. Dat is het pet van Peer van de Muggenheuvel. Die heet Daantje. Oh. Dat is al wat van Daantje weet, maar ik heb er ooit op staan te wachten. Er stond met paard alleen buiten. Ja, dan kunnen we vragen. Hij heeft toch een eigen route zelf gekozen. Dat is een Hoogheid. Net zoals de organisatie, maar je hebt een duim omhoog. Dat is wel fijn. Dat is speciaal voor Omroep Brabant en Bostion, de luisteraar van Bostion FM. De mensen thuis even gaan toespreken. Nou, Hoogheid, gaat uw gang. Ja, ik dacht dat dag sloot. Kijk eens waar. En je ziet eerst het hele gevolg op. Weer erachteraan op de wagen.
lieve luisteraars. Ja, dan kan je een mooier uitzicht hebben dan van de top van de Prinsenwagen. Het is echt ongelooflijk. Zoveel geweldige, mooie oeteldonkers. Zoveel warmte. Zoveel rood, wit, geel. We zijn er bijna buiten adem van. Het is echt ongelooflijk wat wij meemaken. En we zijn alleen nog maar het begin van de stoet. We zijn alleen nog maar het begin van de stoet, want we hebben gezien wat voor wagens er nog komen. Het is overtroffelijk. Het is ongelooflijk wat er allemaal is gemaakt in de bouwhal. En wij benijden echt alle oeteldonkers die hier gekomen zijn om hier te kijken naar oeteldonkse creativiteit. Oeteldonkse liefde. Dat moment, die 3 dagen van het feest dat wij hier mogen zijn. En dat alle zorgen aan de kant kunnen zijn. En alle kommer en kwel in een laadje kan worden gestopt. En de beleving samen kan worden vormgegeven. Ja, we kunnen hier verslag blijven doen natuurlijk. Vanaf de hoogte, vanaf de wagen. En we wensen u een hele fijne middag. Wij genieten met volle teugen samen met onze adjudant. We hebben de heerlijkste tijd van ons leven. Ook omdat wij natuurlijk aan het begin mochten zijn van de grote optocht. En we zien nu al die oeteldonkers. Wij wensen u heel veel plezier. Kijk, luister en vooral geniet. Veel plezier nog. Sprak. Hij zet Prins Amadeo de 25e van de oeteldonk. Mooi hè? Hij zet onze rol als interviewer buitenspel. Jarenlang heb ik de wagen opgeklommen. Maar toen is de organisatie een beetje de gedachte gekomen van dat wij een beetje de boel ophielden. En ik vind dit een prima afspraak. Zeg, onze prins die kan goed uit zijn woorden komen. Die heeft weinig hulp nodig van een interviewer. En je ziet, daar ging hem goed af. Een mooie vorm. Voor ongetwijfeld een mooie optocht die zo meteen gaat volgen. Want op de parade moet hij echt nog beginnen. Alles staat klaar, iedereen staat in de startblokken. Ik hoorde vanochtend even dat ze nog wat problemen hadden met de trekker, die groene trekker die ervoor staat. Kregen ze maar niet aan de praat. Maar ja, zo gaat dat, hè? Opstartproblemen. Dag 3, voor sommigen al dag 4 van het carnaval. Het doet nu al een beetje pijn in je rug en in je benen. En in je handen misschien ook wel. Vooral in je hoofd. Doet het bij jou pijn, Jan, of niet? Nee. Ik heb hier ook niet. Een beetje nog af en toe s'morgens met opstaan een beetje klamme kuiten. Klamme kuiten? Maar, dat is beter dan droge hielen. Ja, dat is inderdaad. Maar dan kun je op drinken. En ik moet zeggen voor de rest, als ik even muziekje opzet en even een beetje beweeg, dan komt het snel los. Ja. En je zit er dan ook weer snel in. Dat is het is zo. Alleen het weer en dan is het echt natuurlijk echt als het zou gieten, dan dat het vervelend wordt. Maar voor de rest, als het droog is, nou, we stonden net buiten, de zon in uw nek, het gaat nergens meer over. Dan ben je al uw kuitpijn kwijt, zeg maar. En dan kan het alleen maar een feestje worden. En dat maakt ons, vind ik, onder de grote riolen toch wel wat meer topsporters dan degene die dan een paar dagen op visite komen. We houden het toch mooi vol. En meestal is het dinsdag wel een slopende dag voor sommigen. Maar dit feestje zo lang volhouden, dat vind ik toch enige conditie. Als je het mij vraagt, het mooiste feest van het jaar is Pinksteren, Pasen, Nieuwjaar en Kerst bij elkaar. Eigenlijk wel, hè? Ja. Maar soms zou je hopen dat de wereld er altijd zo uitzag. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Het zou sowieso voor sommige landen zou het veel beter zijn als ze überhaupt aan carnaval deden. Ja. Vrede op aarde. Nou, als je iets merkt met carnaval, dan is het wel dat mensen nog vrediger met elkaar omgaan dan anders. Enkele plaatsen of enkele plekken dagen later. Want helaas hebben we wat incidenten ook de afgelopen dagen gehad. Maar ja, of je dat echt voorkomt, ik weet het niet. Kijk, je hebt natuurlijk, net zoals een stad als Utrecht, je hebt 10.000 extra bezoekers, gasten in je stad. Ja. Ja, nou, we hebben normaal al een uitgangsstad. Laat daar een aantal op is, gebeurt er altijd al sowieso iets. Volgens mij hebben we in het weekend een incident of 15 die er echt uitspringen. Een groot gedeelte is dan toch weer van invloed zeg maar, van onze toeristen. Maar als ik kijk wat hier buiten loopt, en dan is het aantal incidenten is nihil, kunnen we zeggen. Ja, het zijn er meer dan normaal, maar er zijn ook veel meer mensen dan normaal. Ja. We kijken ondertussen hier naar de Kikvorsen. Ook voor hen is de hofkapel van de Hoogheid. En ook voor hen is het nieuws dat ze voor in de optocht zitten. En de Kikvorsen kenmerken zich door een wat hogere gemiddelde leeftijd van muzikant.
Ik sprak van de week iemand en ze hebben het echt op de twee. Het is een tempo volhouden. Dit is het liedje van dit jaar, hè, voor de luisteraars die Omroep Brabant regelmatig luisteren en zien. Prachtig plaatje, een van de mooiste carnavalsplaatjes van 2014 als je het mij vraagt. Van de Henkies. Van de Henkies. Van Wim Brouwers en Theo Burgerhoff. Van carnavalsvereniging Piccolo hebben die een oorsprong. Met een fantastische tekst die je meteen raakt. Ik ken hem niet letterlijk, maar het is eigenlijk... Onze lieve heer, doe nog eens een gek een keer. Volgens mij is dit, als ik me niet vergis, een van de... Ja, Bert Pauli, een van de Brabantse gedeputeerde provinciebestuurder. Ja, ja. Speelt mee. Blaast een stukje mee, heel goed. Het klinkt nog behoorlijk goed ook. Hij heeft goed geoefend. Naast het drukke werk. Maar even de tekst nog van dit nummer. Het is... Ik vraag uw lieve neer. Ja. Doe nou eens gek een keer. En geef ze ook daarboven daar allemaal rood met gele sjaal. Ja, ja, prachtige tekst die je meteen begrijpt. Niks moeilijks of zo. Goed het carnavalsgevoel verweerd. We hadden nog een kleine discussie, zeg maar. Destijds om geweest of het wel of niet plagiaat was. Ja. Maar daar is hij rijkelijk schoon uitgekomen. Ja, precies. Ad Kramer, die kwam er mee op de pop. Ja. Er is dan iemand, zeg maar, van buiten het Oeterdonk die dan iets vindt over ons Oeterdonkse sound. En alles van buiten, dat deugt niet, hè? Nee, daarom. Nee. En als we niet mee kunnen veren, dan gaan we er tegen ageren. Maar de Henkies hebben een mooi stand gehouden. En het is toch wel ook het nummer wat gespeeld wordt op het moment dat Amadeiro de 25e aankomt. Op zondagmorgen 11 over 11. Met z'n allen dit nummer, het winnende nummer van het Lekkerstein. Ik vind het ook wel typisch dat Den Bosch, net zoals Sertogenbosch, Oeteldonk en zoals al die Brabantse dorpen en steden, een beetje altijd de stekels opzetten op het moment dat het carnaval is, hè? Alles wat van buiten komt, skihutmuziek, noem maar wat. Dat motten we niet. Kijk, wij prijzen... Ik vind het positieve stekels, hè. Het zijn leuke stekels. Kijk, wij prijzen ons gelukkig dat we zoveel clubjes hebben, carnavalsverenigingen, die eigen muziek maken. En soms zijn wij met sommige carnavalsgebeurtenissen jaloers op Limburg, Maastricht, Venlo, wat ze daar kunnen. Maar omgekeerd, Limburg is heel jaloers op ons liedjesfestival, dat wij zoveel clubjes... zelf muziek schrijven en maken, bij elkaar mee te brengen op een dag in een festival. Ja. Wat toch destijds de Joep Peters bedacht is om dat te gaan doen. En de kickforsen zijn uitgeblazen. En daarachter lopen nog de bellenfleuren. Dat zijn de dames die al waarschijnlijk met een groot vat rondrijden. En een of andere neut... brandewijn, geloof ik, aan het uitdelen zijn. Dan zitten wij verkeerd hierboven. Ja, we hebben water. En ik kan dan heel chic zeggen, ik zit in een groot huis aan het water. Maar dat is puur beeldspraak. Ja. Want het is droog buiten. En droog binnen. De prins gaat rijden. Prins en gevolg. En er is een parade over. En er is een hoop. Ondertussen is het fabel. Sommige vaandels zijn echt heel oud. Ook dat kunnen we straks over in het gemeentemuseum zien. Dat zijn echt vaandels vanuit de historie van 1882. Nooit gewassen? Per definitie nooit gewassen, hooguit afgestoft. Maar de meeste vaandels gaan ook na de carnaval, gaat daar gewoon weer plastic overheen. Dat er ook minimaal stof op komt. En het vaandel van Oeterdonk zelf, want die was natuurlijk heel snel voorbij. Want we hebben een nieuwe vaandeldrager, Daantje Woenders. Daantje Woenders is ook de figuur zoals hij in het spel heet. De oude Daantje Woenders is overleden vorig jaar. Dat is kort op 11-11 gebeurd. En we hebben dus een nieuwe Daantje Woenders. Nou, daar hebben we al aandacht eerder in besteed. En die loopt met de vaandel. Mooi opgepoetst schildje erop. En nou zien we zelf hier de hoogheid voorbij trekken. Wel een mooi uitzicht. Prachtig plaatje. We zitten een keer op gelijke hoogte met hem. Nee, hoger. Hoger, ik kan hem niet met hem praten. Hij, nee. Hij wil niet tegen u opkijken, denk ik. Nee. Dat zal het zijn. Want voor de mensen die kijken, wij zitten zelf in onze commentaarpositie in het kringhuis van de vrienden van Sertogenbosch. En we zitten op de eerste verdieping, dus dan zitten we in hogere sferen. Voor de mensen die de parade een beetje kennen, dat is zo'n beetje naast het Bisschoppelijk Paleis. Op toe. Zou Monsieur Hukmans ook toekijken hier, of niet? Heb je enig idee? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe nu de blikken, zeg maar, vanuit het spel wat ooit bedacht is als afzet tegen het bisdom.
In hoeverre dat het blikveld veranderd is. Natuurlijk is de kerk wel nauw betrokken bij het spel. Want we hebben natuurlijk ook carnavalsmis in de Sint-Jans-kathedraal. Maar of ze er allemaal even fanatiek in zitten. Mocht hij kijken, monsieur Heurmans, hartelijk welkom. Geef een teken. En dan zou hij daar zeggen, dat heb ik al gedaan. Ik heb 3 keer de zon laten schijnen. Precies. Want hij heeft natuurlijk contact met God. Hij kan het zo maar bedenken. Onze lieve Heer, precies. We moeten even opletten wat er zit. Voor ons is het natuurlijk wel lastig. De kleine groepen kunnen zich aanmelden. Tot een uur van tevoren het begin op de Krop Donklaan. En wij weten niet wie en waar ze staan en in welke volgorde. En de sommige vliegtuigjes, of de zweefvliegers, dat is redelijk nieuw. Dat is gewoon een kleine loopgroep. Dus we kunnen alleen maar zeggen, we zien een rood en een wit en een geel vliegtuig. En ze laten ons wel zweven. En wat het meeste wat we dadelijk zullen terugzien in de wagens en de loopgroepen. Het carnavalsmotto voor dit jaar hier in Oeterdonk. Oeterdonk, laat u zweven. Je vraagt je misschien af, wat ligt er daar op straat? Nou, dat zijn onderdelen van de bussluis die daar normaal ligt. Je kunt hier met de auto eigenlijk niet op, maar die bussluis is half afgebroken. Dat geldt voor heel veel verkeerssituaties in Brabant. Met carnaval worden er complete delen van de weg opengebroken om ruimte te geven aan de carnavalswagens die er langs moeten trekken. Het leidt hier en daar soms tot hele enge situaties. Een paar dagen geleden nog een verkeersongeluk geweest in het oosten van Brabant. Ik weet even niet waar, maar meer daarover op omroepbrabant.nl. Meer op omroepbrabant.nl natuurlijk als het gaat ook over carnaval, hè, waar je alles kan vinden. Optochten zoals deze hier in Oeteldonk 2014, maar ook de optochten afgelopen dagen. Gisteren in Tilburg, Kuikenstad, Tullepotanenstad. De lichtjesoptocht, Zwammergat, zaterdagavond. En morgen niet te vergeten als kers op de appelmoes. Als kroon op de taart. Nee, als kroon op het werk. Nou ja, hoe je het ook mogen zeggen. Krabbegat, Bergen op Zoom. En vanavond, ook niet vergeten. Mooi avondprogramma vanuit Tilburg. Laat je verrassen vanavond op Omroep Brabant Televisie. Wij laten ons sowieso altijd in Oeterdonk verrassen door wat er spontaan zich aanmeldt. En dat zijn inderdaad die bruikers met die vliegtuigjes. Die laten ons zweven. En die mogen we rekenen inderdaad tot de kleine groepen. Ze zijn tenslotte met z'n 3 of 4. En we wachten eigenlijk, dat is voor ons een beetje het vertrekpunt, de eerste praalwagen. Als we die zien, dan kunnen we de volgorde aanhouden zoals we zeg maar ons vuurwerk hebben gedaan. En tot die tijd aanschouwen we de rood-wit-gele jeugd. Ja, even over die kleuren, dat vraag ik mij dus altijd af. Hè. Dat geel-wit, dat zijn de pauselijke kleuren. Hè. Dat kan niet anders, precies. Ja. Dat zijn de kleuren van de Sertogenbosch als bisschopstad. Maar dat rode, waar komt dat vandaan? Ja, de meningen lopen erover uit wat het precies is. Het kan ook een beetje zeg maar, een tegenkleur zijn op het geel en wit. Maar nergens staat echt de werkelijke reden wat het rood doet in het geel-wit. Nou ja, laten we het daar maar op houden dat het bloed is dat door de aderen vloeit en waar het carnavalsgevoel in zit. Ja, kijk, en ik denk achteraf, hè, want we zitten natuurlijk in een hele andere tijd. Stel dat ze dat rood er niet bij hadden gedaan, dan liepen we nou nog allemaal in bisschoppelijke kleuren. Ja. Terwijl toch niet iedereen zeg maar lid is van die vereniging. Precies. Over kritiek gesproken op allerlei nieuwsactualiteiten. Dit is kritiek op de hangplek. Dit is het verhaal van de hangplek, hè, wat we een paar weken geleden ook in het nieuws hadden. Ja. Voor de McDonald's op de markt, waar hangouderen stonden, in de weg stonden. Er werd over geklaagd. Ze moesten weg, maar uiteindelijk, na heel veel commotie, mochten ze toch blijven staan. Want ze vielen toch zeker niemand lastig. Heb jij ze ooit gezien trouwens? De gemiddelde Bossenaar die weet wel over welke groep ze het hebben. Hè? Want het is wel een essentiële aanwezige groep. Maar laten we eerlijk zijn. Je kunt nog steeds overal bij. En het was meer zeg maar de horeca-uitbater in de kledingzaak die wat mopperde. Maar ja, inmiddels hebben wij en jullie en iedereen het nieuwsbericht overgenomen. Ja, dat is de aandacht genoeg en dan nam je het bericht weer terug. En je kunt reserveren tegenwoordig voor die hangplek. Dus dat is interessant. Als je langs de optocht staat, kun je een nummer bellen volgens mij. In ieder geval reserveren voor het plekje. En ik denk dat het misschien morgenochtend daar nog drukker is dan anders. Nou is het de afgelopen dagen op de markt.
hier in Koepeldonk al heel druk geweest, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja. Heel veel mensen hangen nu. Heel veel mensen hangen op straat. Ja. Ook, nou ja, hier is de eerste al. Ik zag hem op de achterkant van de Bartenbrug. Hebben ze een Bartenhangbrug van gemaakt. He, dus kruis maar aan welke hangplek wilde hebben. Plek zat in een bos. Buiten Koepeldonkse daarom. En hier hebben we toch weer de Braziliaanse invloeden. En dat geeft ook niet. Want we kijken al langzaamaan tegen de kop van de eerste praalwagen. En dat was de klappen. Iets van het heuveltje. Ik heb ook veel energie van. Hè? Ja, maar je raakt ook veel energie kwijt. Lekker aan het trommelen. Swingen. Trommel het maar van hem af. Ja, ja, ja. Batteneer uit. Kom uit Vught. Zelf ooit nog bijgezeten. In een lang verleden. Dit is een beetje de opmaat voor de eerste wagen. Want de ontwerper van carnavalsvereniging Het Heuveltje, waar we hier de praalwagen met nummer 14 al van zien. Ontwerper is Antoine van der Heuvel. En Antoine heeft zich duidelijk laten inspireren door het komende wereldkampioenschap voetbal. Wat deze zomer in Brazilië is. Nou, en daar hoort in ieder geval die lekkere Braziliaanse percussiesound bij. En moet maar eens kijken, let op de details. De mimiek ook in de poppen van die gezichtjes. Belangrijk om even te weten in Oeterdonk. Altijd de kippengaastechniek. Dus we werken hier nog niet met polyester. En we houden graag vast aan de oude technische vakkennis. Van het maken van de vrouwwagens, met name de koppen. Ja, je zag het zelfs, het woord permitte flutuar, het Latijn wordt zelfs gebruikt om het motto uit te beelden. Hè? Laat u zweven. Ja. Nou, en we zien het, dus als we kijken naar de praalwagen van carnavalsvereniging Het Heuveltje. Het bekende Christusbeeld uit Rio de Janeiro. Dus het Cristo Redentor is namelijk door Knillers en Jeroen Bos uitgenodigd om ook eens even in Oeteldonk te komen kijken. Om hier eens carnaval te vieren. We gaan er nog veel zien, dat Christusbeeld, hè? Komende zomer met de WK voetbal in Brazil. Die is laatst een beetje beschadigd als een pinkie beeld. Ja. Oh, ja. Bliksem nog ingeslagen. Ach. Een stukje van zijn vinger af. De voorzienigheid. Ja, dan zullen jij maar de metselaar zijn die dat mannen gewoon mag herstellen. Dan moeten we er toch goed tegen kunnen. Ik heb geen hoogtevrees, maar als je daar zou hangen en zou bungelen. Hé, hey, maar kijk eens naar die wagen. Fantastisch. Wat een kleuren. Ja. En dan komt erachter dat je dus met die klanken, dat je met carnaval in Oeterdonk zweeft op hemelse klanken. Op de wagen zie je dan een grote beeld hier staan. Hè? Kijk eens. Zijn armen gespreid met had hij het maar in zijn handen gehad en een rood met geel en das. Onze lieve heer. En hij geeft eigenlijk ten Oeterdonkse das aan Knillers en Jeroen Bos. Verder zie je er een kleurrijk geheel van poppen die met het wereldkampioenschap voetballen te maken hebben. En we zien ook nog een vrouwelijke Oetel in een Braziliaanse bikini. Sexy. Ja, hij draait. Hè? Dus het kan ook wel zijn dat je ze heel even niet ziet. Zij draait. Ja, ze draaien met de verschillende koppen op de wagen. Ah, ja, ja. Dat is volgens mij het beeldlogo van het wereldkampioenschap voetbal. Ja. En hebben ze nou net die vrouw met die orthodoxe bikini weggedraaid?
Censuur? Ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Het zou, niet voor het eerst zijn trouwens dat er iets geweigerd wordt. Ook de regels zijn streng in Den Bosch, ja? Ja, zijn streng. Mechanische muziek is echt zo'n strenge term. Ja, ja. Als je speakers hebt, maar er niet mee. En met mechanische muziek bedoelen ze luidsprekers waaruit ski-hut muziek komt, bijvoorbeeld? Gewoon, al heeft het sowieso maar luidsprekers, niet toegestaan. Je zult zelf voor je koperwerk en trommels mogen zorgen. Maar het mag niet door iets met een aggregaat. Nou, vervolgens zijn er een aantal harde eisen over de afmetingen van de wagens. Want die moeten natuurlijk door de straten kunnen van de bossen binnenstad, overal. En ondertussen, even kijken. Het zijn met carnavalswing een jong talent. Het is een kleine loopgroep met eigen muziek. Het zijn vreemde vogels die zweven binnen Oeterdonk. En nou ja, dit past duidelijk binnen de afmeting om door de bossen binnenstad te kunnen. Dus overal in Oeterdonk komt dat kooitje wel doorheen. Hè? Jong talent, ook bekend van heel veel leuke liedjes. Maar nu als vreemde vogels die zweven binnen Oeterdonk. Goedemiddag, als u net inschakelt. Dit is Oeterdonk, 's-Hertogenbosch. 2014, de carnavalsoptocht trekt over de parade. En het is prachtig weer. Zonnig. Een paar wolkjes trekken nu even over. Nou, we hebben vanochtend een hele regenachtige ochtend gehad. Maar ja, de regen trekt weg. Dat zullen we altijd zien. En de voorzienigheid is ons gunstig gezind. Hey! Volgens mij zag ik in de verte toch echt iets zout weer. De paus, zijn heiligheid. Hij trekt het niet. Er komt niemand voor de paus. Of het moet natuurlijk op een moment zijn. Ja, Jan, 1985. Toen reed hij hier ook rond. Ja, en toen was het een stuk minder druk. Een soort stille tocht. En dat is denk ik ook een beetje nog de nachtmerrie die daar in Vaticaanstad rondwaast. Ja. Dat nog in een paus zich bedenkt dat hij nog een keer terugkomt. Denk ik hoor, dat vermoeden heb ik. Dat was ook vrij triest destijds. Heb jij daar nog herinneringen aan? Ben je er nog bij geweest? Nee, ik ben er niet bij geweest. Ik heb wel de beelden gezien. Ik woonde toen in Antwerpen. Maar ja... Ik weet wel dat ook de media-aandacht zo groot was dat ze iedereen bang hebben gemaakt om überhaupt naar Den Bosch te komen. Ja. En hij reed dus echt door lege straten. Ja, ik denk dat ze dat nooit meer gaan proberen hier. Publiek zat, kwestie van timing. Ja, dat is waar. Als ze de paus Franciscus nu met carnaval zouden rondsturen door de straten, dan zou hij heel veel aandacht hebben. Zou hij meer aandacht hebben? Dat denk ik ook. Dat denk ik. Ja. Als hij goed weet in te schatten. Filio mio. En dit was, dat moet ik goed zeggen, want volgens mij liep daar iemand voorop met het bordje nummer 16. De paus is toch gekomen. Het schijnt een goede bruggenbouwer te zijn. Ik zei nog tegen de paus, je moet niet komen, want de straten zullen leeg zijn. Geen volk in de kerk, er moet toe te juichen. En de paus zei, het is allemaal een kwestie van tijd. Een goede bruggenbouwer. Ja, ja. Voor de oplettende luisteraar, jawel. De brug, hè? De Badjesbrug. Ja, de Badjesbrug komt toch weer terug. Laten we er nog niet te veel over zeggen. Maar misschien dat deze goede bruggenbouwer er nog wel mee kan. Je zult het maar ooit bedacht hebben. Onder het genot van een pilsje of iets anders. Zou hij vaak hier zijn? Best vaak, maar vooral in carnaval. Ja, hij doet de bossensjaal ook zweven.
Dat is leuk. Ja, hij roept een beetje zweverig gevoel op hem af. Ja. Ik zat net daarvoor op te lezen, maar je moet er een goede neut op hebben. Wilde het goed kunnen zeggen wat hij ermee bedoelde. Air India. Maar kijk, ik zie de chocoladebol ook voorin liggen. Buiten de stad beter bekend als de Bossenbol. Wat jullie zelf noemen het chocoladebollen. Hè? Chocoladebollen. 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 Ja, dat werd er bij mij vanochtend ook nog eens even ingevreven toen ik een paar chocoladebollen aan het halen was. Maar gaat hem al op vandaag? Zo, ik hoef 24 uur niet meer te eten, denk ik. Dat vult. Ja, dat vult wel. Maar dat scheelt, dat is lekker handig met de carnaval. Ja. Om in ieder geval alles in de keuken allemaal klaar te maken, vies maken. Met iedere dag lekker een chocoladebol. Bolletje uit de vingertjes eten, niet meer met zijn vork zeker, toch? Nee, met hand, hè. Goed zo. Ondertussen zijn we aangekomen bij het muziekskeers natuurlijk, de carnavalsvereniging De Vrolijke Druiven. En zij lopen zelf voor hun eigen praalwagen. Kunnen we ondertussen alvast wat van de praalwagen vertellen, want hij is namelijk ontworpen door Cor Versteeg. En Cor Versteeg is met zijn 83 jaar de oudste ontwerper. En hij heeft gewoon het thema zeg maar, van dit jaar heeft hij overgenomen, Oeterdonk. Lotto zweven. En met een dit jaar bijzonder fleurige wagen. Een beetje de slag naar het moeras gemaakt. Het rood-wit-geel spat eraf. Want je ziet dadelijk... Kijk nog eerst even naar een vlindertje. Maar je ziet dadelijk libellen. Je ziet er bovenop. Duidelijk. Kan er niet missen. Je ziet twee libellen. En die twee libellen... Die zijn onderdeel eigenlijk van het schild van Oeterdonk. Hè? Als je het Oeterdonkse wapen ziet. En nou, ga maar eens kijken op oeterdonk.org. Dan komt dat gelijk naar voren. Het is gewoon het wapen van Oeterdonk. Dan zie je duidelijk die twee libellen. Die zijn duidelijk verliefd op de wagen van Cor Versteeg. Ze bewegen, ze zweven steeds naast elkaar toe. En iedere keer als ze elkaar kussen, dan wordt er confetti uit de wagen geschoten. En die vlinders die je net zag en ook op de wagen ziet, dat zijn natuurlijk de vlinders in je buik. De spreekwoordelijke vlinders. Die je voelt als je verliefd bent op bijvoorbeeld een stad of op iemand. Ik hoor zelfs vogelgeluidjes eruit komen. Of is dat de lente hier op de parade? Ja, nou, het moet de lente zijn, want anders zou het stiekem toch mechanische muziek zijn. En dat kan niet. Nee. Nee, dan is het echt lente. Ik meen ook net iets in de boom te zien bewegen. Maar typisch dan toch dat het voor de wagen van de Vrolijke Druiven wat beter hoorbaar is. Maar leuk gemaakt. Echt. Het goede gevoel. Eigen muziek. De Vrolijke Druiven doen dit jaar trouwens voor de 60 keer mee. En ze bestaan dit jaar zelfs 63 jaar. Dus ze hebben de eerste 3 jaar hebben ze over nagedacht. Zullen we een wagen bouwen en hoe pakken we eraan? Maar vervolgens zijn ze daar wel 60 jaar per rij mee doorgegaan. En laten we hopen nog eens een keer 60 jaar en langer. Het Oeterdonkse cultureel erfgoed. En op een dag als vandaag heeft hij eigenlijk weinig woorden nodig. Hoeven alleen maar te kijken en te luisteren. Dit maar er niet kwijtraken. Dit zijn weer een van de kleine groepen. Ze hebben zich van tevoren niet aangemeld, maar pas een uurtje van tevoren. Sluit de
andere kant klaar is. Hoe deed hij dat? Ik heb nog geen idee. Ik denk dat hij in de koffer zit. In de koffer is gedoken. Daar is die. Dus dat kunnen ze ook al in Oeteldonk. Magie. Toveren. Hoe deed hij dat? Kom er maar uit, leuk gemaakt. We hadden vroeger ook zo'n kastje in de kamer hangen. Ja. Maar dan in het bruin, erin van die porselein, Oostenrijkse. Ja. Ja, ja, ja. Theekop. Geen idee trouwens meer waar dat gebleven is, maar het maakt me ook niet zoveel uit. Nou, ik heb het niet hoor. Mijn motoriek is niet goed. Staat er op dat witte bordje. Deze man met de Willempie helm. Muziekje van de perenplukkers. En die lopen zelf voor een eigen praalwagen. En die hebben het motto gewoon uitgebeeld. Mijn lieve hemel, dit is de hemel. En een ontwerper is Jan van Gulik. En Jan van Gulik die loopt eigenlijk al jaren met het idee in een wagen te bouwen. Geïnspireerd op de liedjes van Van Alles Waar. Daar hadden we het er straks naar buiten over toen ze de Heintjes de Lucht aan het spelen waren. Jan van Gulik had gedacht, ik ga die liedjes ga ik uitbeelden op een wagen. Want de gebroeders van Nimwegen, die Van Alles Waar zijn. Die hebben zoveel betekend eigenlijk met alle liedjes die geschreven hebben. Ze zingen nog wel, maar gewoon om dat vast te leggen op een praalwagen. En er zijn 12 liedjes, en ga ze dadelijk maar eens zoeken. In die wagen verwerkt. De bedoeling was natuurlijk 11. Maar denk niet aan morgen kwam er ook nog per ongeluk bij. En zodoende hebben ze de wagen gemaakt. En dat het daarop voorop feest en lachen is. Achter een gedompte sfeer heeft. Daar willen ze nog maar niet aan denken. Maar ga die liedjes maar eens zoeken. Nou, mij lukt het niet. Maar jou als Oeteldonker. Ja, ik zal er een paar zulke weggeven. Er komt er een ober aan. Ga daar vanavond mee stappen. Mijn zoete lief. We hebben natuurlijk ook de Heintjes de Lucht in. Nou, ga maar Heintjes zoeken. Ja. Daar rennen we hem al. Het zijn allemaal teksten van Alles Waar. Dus de titels van de liedjes. Mijn mooiste pendule. Nou, de penduelklok komt ook voorbij. Maar die Heintjes, dat is toch wel een van de bekendste exportproducten van het Bossen carnaval geweest, denk ik, van de afgelopen 25 jaar. Ja, dat is echt... Daarvoor was het waarschijnlijk wel Wim Kersten. Ja. Met hits als Bloemetjesgordijn. We hadden vroeger ook de Twee Pinten. Twee Pinten natuurlijk, niet te vergeten. Van wie was... ik heb een spijker in mijn kop ook alweer. Er zit een kikker bovenop. Pupke Blauw, zeg ik even. Doe ik aan mijn hoofd, maar... Er kwam meer uit Den Bosch. Kijk, we hebben en er is een hele serie van cd's. Dat zijn eigenlijk alles wat uit het kwekfestijn is voorgekomen. Ja, toen ze dat hebben bedacht, dat is mooi vast blijven liggen. Want dan zijn de beste nummers, die blijven over. Ik bedoel, er komen ieder jaar worden daar zo'n 60 liedjes gebracht. En 2 of 3 blijven hangen. Parachutisten landen op de parade. Hoezo? Wat toezweven?
Pintvatters. Ja, dat is een grote loopgroep, carnavalsvereniging de Pintvatters. Aan het synchroon zweven. En ze, die gebruiken nog een liedje uit de foute tijd, zeg maar. De van Corrie van, ja, van Corrie, de liedjes nog van André van Duin en Corrie van Gorp. Ja, ja, in waren bij ons. Paard in de gang. En Corrie van Gorp zong toen, hallo, this is your captain speaking. Nou, dat beelden ze uit. Hallo, hallo, die bedoel je. Ja, this is your captain. Nee, ik zal het verder niet doen. Ik zal het niet aandoen thuis. Ze spelen het nu. Proberen Oeterdonk laten zweven met alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En als echte paragliders zullen zij dus de figuraties uitvoeren waarbij de neuzen inderdaad dezelfde kant op gaan. En de man die ons stuurt is de man met de pannenkoekbordjes. En ze worden bestuurd vanuit een vliegtuig van de Oeterdonkse Airline Tours. Afgekort OWAT met een T. 1, 2, 1. Klein. Deze boer zoekt een geschikte nieuwe mouw. Ja, er is hier overal een mouw aan te passen natuurlijk. Ja. We hebben er nog niet gevonden. Gaat-ie, hè? Gaat-ie, op de mouw, hè? Ja, die al, hè? Net de mouw. Kijk, ik zeg, ja, ja. Niet die kleur. Net de kleur. Pas niet. Dat niet uw haar, hoor, maar de mouw, hè? Nee. Kijkers en luisteraars, mocht u net inschakelen, kijk naar de gezamenlijke uitzending van Omroep Brabant en Bostion. En Bostion FM. En u kijkt en luistert op dit moment naar live verslag van de grote Oeterdonkse optocht en live verslag vanaf de parade met Willem-Jan Joachims en Jan van der Beslaar als het sprekend geheel. Het commentaar wat we onder andere gaan geven hier bij carnavalsvereniging De Krapkes. Over mouwen gesproken, hè? Wij zijn aan mouwen. Wij zijn aan mouwen en Oeterdonk kan sowieso goed mouwen. Want de Krapkes hebben daar heel goed opgepakt. Want hier komt nu de Bartenbrug in alle frustraties naar buiten. En daar kunnen we het er eens goed over hebben. Ontwerper is Theo Marks. En ze begeleiden zichzelf. Nou, die zie je, die lopen er voorop. Ze hebben zelfs een vaste trekker. Maar het is de eerste wagen van velen die iets over de Bartenbrug maakt. En nou, daar hebben ze zelfs bij jullie bij Omroep Brabant aandacht aan geschonken. Zelfs bij ons, jawel. En bij ons. En voorop zien ze natuurlijk de Barte Band. Hè? Zeg maar één grote bende. En daarna zie je het schip. En dat schip daar stelt eigenlijk de gemeenschap voor. Zoals we die kennen. En in het midden zit de gemeente met zijn ambtenaren. Die zich allemaal een deuk lachen. Het kost allemaal zakken vol met geld. Miljoenen hebben we het over. Hè? Die zakken die liggen aan de zijkant. Die liggen zakken vol met geld. Ja. Maar het maakt allemaal niks uit. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje heen en weer gehad. En de aannemer Bam, die staat voorop. Hè? Die staat bovenop en die trekt aan de touwtjes. Want zij laten heel Oeterdonk zweven. Want zolang die zijn werk niet af heeft, ligt hij in de brug. En nou ja, aan de achterkant, hè, achterop, zien we het Hintamarijn dat aan de bedelstaf is. Want zolang die brug er niet ligt, hebben die ondernemers op het Hintamarijn veel minder klandizie. Daar gaat echt over substantiële bedragen. En zolang die brug er niet leed, is dat leed nog heel groot. En Sertogenbos heeft meer bruggen, maar voor de mensen die de stad een beetje kennen, het is de brug bij de Watertoren. Ja. Die toren met die kantelen. Als je de Graafse baan, Graafse wijken gaat. Vanuit de stad. Daar komt de optocht niet, hè?
Nee, dat was wel nu. De bedoeling. Nee. Wel een paar jaar de bedoeling. Maar ook voor dit jaar is weer een noodvoorziening. Hè, dus dat hij via een andere brug aan de overkant van de A komt. En nou ja, de krapjes denken, het is nou mooi genoeg geweest. Ze hebben collectezakken hebben ze erbij. En op een aparte aanhanger. Hier achteraan wordt er een nieuwe Bartenbrug door een ooievaar gebracht. En het publiek krijgt daarvan een geboortekaartje. Kijk, Oeterbroek, het is een beetje, het zijn oplossende clubs. Ze zijn het zat. En ze dragen zelf een oplossing aan. En nou ja, as we speak. We zijn 4 jaar verder en het is nog groot, nog steeds een groot stuk beton en nog steeds niet af. De Bartenbrug, vernoemd naar een pastoor die in 1940 om het leven is gekomen. En als je denkt 1940 om het leven gekomen, dan zou je zeggen Tweede Wereldoorlog. Maar hij is om het leven gekomen bij verkeersongeluk. Ja. Meneer pastoor. En dit is Bob de Bouwer. Kunnen we het maken? Nou en of. Bekend kinderfiguur. En hij probeert de brug te slopen om de wagens, de grote carnavalswagens, ook de ruimte te geven. Kijk, met de drillboor gaat hij het asfalt, het beton in van de brug. Ja, het zit zo hoog hier, hè? En Noeteldonk. Ja, het zit echt hoog. En met name natuurlijk het geld wat verspild is. Overal wordt in deze dagen overal bezuinigd. Stichtingen en verenigingen krijgen allemaal minder. En daar gaan gewoon miljoenen zijn verdampt. En Den Bosch, Oeterdonk heeft er niks voor terug. 2 betonnen kolossen steken boven het maaiveld uit. En je kunt nog niet naar de overkant. Ja, dat is zonde. Dat is zuur geld. Maar een fantastisch onderwerp natuurlijk. Voor in de optocht. Ja, dat is goud. Dankbaar. Kijk wat ik al zei net, het is een en ander wordt afgebroken door de gemeentewerkers om de optocht door te laten gaan. Het is zo natuurlijk ook hier in de Bosse binnenstad, bij iedere verandering wordt wel rekening gehouden met dat die stoet daar doorheen trekt. En bij die brug hebben ze daar iets te snel beslissingen over genomen. Want als je ziet met de Bosse Maritiem hoe snel de genie hier een brug aanlegt voor de bezoekers, dan denk ik, nou, het gaat nergens over natuurlijk. Ja. Wat zou er nou op een dag als vandaag in de stad lopen aan publiek? Tienduizenden mensen, is dat nog ooit uitgezocht? Ze houden sowieso met de carnavalsweekend houden ze met 50.000 bezoekers rekening. Dus die extra ergens in de stad in de gelederen zijn. Maar echt met de optocht, hè, dus dan komen ook nog de dagjes mensen. Het is tijd voor een Roy Donders, denk ik. Jawel, voor de herspakken. Connie, jij blijven. De carnavalsvereniging de Dondersteentjes, dat is een grote loopgroep. En die hebben Roykes Oeterdonkse behang. Pekskes met Roykes metamorfose. Dus de Brabantse Roy Donders heeft speciaal voor Oeterdonk een nieuwe bankhang Pekskes gemaakt. En het publiek wordt uitgenodigd om Roykes metamorfose te komen passen en over de rode loper naar buiten in een speciale outfit te lopen. Nou, en dan Oeterdonkse huis van Paxus. Met pailletjes. Met pailletjes? Kan ik dat zien? Nee, maar dat schat ik zo in. Daar heeft hij wel wat mee, hè? Ja, jij niet dan? Heb jij geen pailletjes op je huispak? Nee, ik ben niet zo'n paillet. Ik ben meer van de emblemen en maar pailletjes, denk ik. Oké. Kledingapplicaties werden ze vroeger ook wel eens genoemd volgens mij, maar ja, het zijn gewoon pailletjes. Het zijn niet die appeltjes en die peertjes die ze vroeger over op de knieën deden? Nee. Het moet klimmen, hè? Het moet blinken en klimmen. Blingetjes. Bling, bling. Daar gaat de rode lopen. Dan is de bedoeling dat je nu een nieuwe pakje eroverheen loopt. Kijk.
Ze hebben wel de Roy Donders loop. Dat herken ik dan weer wel. Roy Donders, dat zijn rood zijn. Carnavalsvereniging De Dondersteentjes. Ze zijn nieuwkomer trouwens, dit jaar voor het eerst zijn ze mee. Dat is mooi om te zien. Nieuwe carnavalsverenigingen ontstaan, want er worden er ook wel eens ontbonden. Die bloeden dood, zeg maar. Ja, zo gaat dat. Zelf ook. Zou hij toch tijd hebben gekregen? Nou, dus ja. Een huisparty is af werd gezet. Ja. Nou, in zijn stijl erbij dan nog worstenbroodje erbij en klaar. Hè? Ja. Worstenbroodje met spekken. Roy Donders, een van de bekende Brabanders van dit moment. Ja, hij heeft eigenlijk een snelle opgang gemaakt eigenlijk. Hè? Want 2 jaar geleden denk ik dat ze weinig nog konden. Nee. En nou wel als onderwerp in de optocht, dan heeft het een snel carrière gemaakt. Nou, 2 jaar geleden kennen ze misschien ook al, maar toen zat hij in een ander televisieprogramma. Carnavalsvereniging De Dikkepkes. En het motto is: in Oeterdonk ben je sneller als je echt kunt zweven. Het ontwerp is van Renate van Stiphout. Met muziek van Gerreweg en Afnest. Maar het is met name de wagen die ze gebouwd hebben. Want alle straten. Ze beperken zich niet alleen tot de brug, maar alle straten in het dorp liggen open. En met het dorp bedoelen ze dan Oeterdonk mee. Ja, wij zijn blij met jou. Oh ja. Ja, wat er tussenin zit, een klein groepje. Maar zoals gezegd, in Oeterdonk liggen alle straten open. Het is niet alleen de Bartenbrug, maar ook de Hekelaan. En daar is de gemeente bezig met een grote ondergrondse parkeergarage aan het bouwen. Het Heemanplein ligt. Dat is alleen maar eigenlijk met kunst en vliegwerk doorheen te komen. Maar er wordt op nog veel meer plaatsen in Den Bosch eigenlijk aan de weg gewerkt. En de dikkupjes die denken dat je dan vliegend wel doorheen kan komen. Je wagen uit. Dus we zien de skyline van Den Bosch. Met 2 vliegende, zwevende Superman Boerken en Duske. Dus een boer en een boerin. Op de wagen met een jetpack erboven. Gevuld met brandstof is dat, jetpack. Of lucht. Het woord zegt mij niks eigenlijk. Ik weet het niet. Jetpack. Volgens mij ooit een James Bond film. Dat hij op zijn rug had dat hij zo omhoog steekt. Ja, dat je zelfstandig kan vliegen. Ja. Oh. Zo'n ding. Een paar seconden in de lucht. Ja. Nou, dat jetpack hebben ze op de lucht en... Op en om de wagen is iedereen nog als vliegenier verkleed. Ja, je ziet dat jetpack. 2 gele slangetjes, dan kun je mee besturen. En een soort straalmotor. Ik weet al wat ik voor mijn verjaardag vraag volgend jaar. Een jetpack. Dan ben ik sneller op mijn werk. Dat zou het zijn. Het zweeft ook. Ja, vliegende schotels. Ik vind de gouden draak die er al heeft gemaakt op de grond vind ik ook leuk. Mooi detail. Want vergif zwijgen niet, het is allemaal kiepergaas. Dus met staal het frame lassen, kiepergaas eromheen, kippengaas. En dan gewoon oud-Hollands kranten plakken met behangerslijm.
en een mooi kleurje eroverheen. Ja, zo makkelijk is het ook. Dus ik heb geen geavanceerde apparatuur en spellen nodig. Geen polyester. Maar het is wel een hoop werk. Ja, dat geloof ik. Dat zijn gewoon reepjes. Het is niet dat je de krant van zaterdag even heel makkelijk eroverheen strijdt. We willen toch met deze techniek mooie details hebben. Dan kan het alleen maar met kleine reepjes. En zoals eerder gezegd, het ontwerp was van Renate van Stiphout. Dus ja, een goede kans hebben. Want vanavond zijn best wel prijzen uit te delen natuurlijk voor de beste loopgroep. Weet je wat de hoofdprijs is? Wat dat geld is? Hier. En ze krijgen een beker erbij. Niet zo dat ze een paar duizend euro kunnen verdienen. En ze krijgen een geldprijs. Hè? Er staat daarbij. De zwarte doos trekt nu aan ons voorbij. Maar in iedere categorie kunnen ze een prijs winnen. En dat wordt vanavond in het theater hier bekend gemaakt. Vereniging de Eldorado's, muzieksgewas daar en de wagen is hier. Oeteldonk in Oosterse sferen. De Eldorado's hebben niet zoveel nodig om te zweven. Een vliegend tapijt op een Arabisch paleis. En dat is voor iedereen genoeg om carnaval te vieren. Ze noemen dat zweven op Oosterse sferen op zijn Oeteldonks. De Eldorado's bouwen slechts met 4 mensen. Let wel, dus 4 mensen hebben deze wagen gebouwd. Het is niet altijd dat er in Oeteldonk een hele club zeg maar, de wagen bouwt. Soms komt de lat op een enkel schouder neer. En dit zijn er 4. En dan hebben ze een knap stukje werk afgeleverd. In de laatste dagen worden ze wel geholpen door extra plekkers. Maar de contouren van de wagen en de techniek. 4 mannekes hebben het gemaakt. Tenminste, ik neem aan dat het mannekes zijn. Het zouden 2 mannekes en 2 vrouwen zijn. Maar ze zweven op Oosterse sferen. En let wel op de kikker. Hij gaat naar voren en naar achteren. Maar het gaat goed met haar. Echt waar. Oh, dat is fijn om te horen. Het gaat goed met haar. Nou, dat is... We maakten ons al weken zorgen natuurlijk, hè? Oosterse sferen. Ik denk dat ze een beetje van de techniek hebben afgekeken naar op de Kaatsheuvel. Precies, dat grote pretpark daar. Als je maar goed blaast dat de tulpen de grond uitkomen, zeg maar. Jazeker, en de fakir natuurlijk ook vrolijk al 40, ja. 50 jaar heen en weer zweeft. Eldorado's. Ik weet het niet tot op het jaar af, maar ook een van de oudere carnavalsverenigingen hier binnen het Oeteldonk. En daarachter zit een hele grote loopgroep. Eentje die altijd pas later bedenkt wat ze zullen uitbeelden. Maar dat zijn de carnavalsvereniging de Zwervers. Het mysterie van Oeteldonk. En ontwerpen. Niet helemaal onbekend voor mij. Zoe van Ing en Vincent van Uden. De Zwervers die hebben de lamp van Aladdin gemaakt. Past wel een beetje bij de vorige wagen. Ja, hebben een goede aansluiting weten te vinden met Eldorado's. En ze hebben de zwervers hebben de lamp van Aladdin gemaakt die in zijn buik een touwtrekkraan verbergt. En we daar kunnen in die wagen kijken, dan zien we dat wel. En daar zitten ook weer fakirs bij. Die voorbij zweven met het touwtje trekkraan. En kinderen worden door buikdanseressen uitgenodigd om mee te doen. Nou, ik hoop dat ze voor onze... nog maar die touwtjes hebben. Zet er zin in. Ja, hier staat er ook de zon op te zitten. Ik wil even op een kort zweefmomentje. Hou er even van muziek. Hou er even van feest of van bier. Wat geeft jou nou dat zweefmoment? Bier. Doe er even dan aan een touwtje trekken. Kinderen, dat tegelijk met filmen.
Kijk, en dan krijg je de nood is. Zweefmomentje bier. Ja, trek hem maar open. Wow! Dat was een kort zweefmoment. Zweefmoment gehaald in Noetelum. Wel mooi bedacht door het jongste lid, Zoe. Jonge ontwerpers, ook belangrijk voor de toekomst van Oeteldonk. Mooi gemaakt, mooi uitgedacht. Sommige groepen zijn heel actueel, want deze die nu voorbij trekt, mee ouw zaad, gekke keinder. Dat is volgens mij gebaseerd op een krantenartikeltje vorige week, een nieuwsverhaal over... In het landelijk nieuws, ja. Ja, dat je als oudere vader hele gekke kinderen kunt krijgen. Als je op latere leeftijd vader wordt, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dat je erop moet letten als oudere vader. Dat je een verhoogd risico hebt als je op latere leeftijd papa wordt, zeg dat maar. Dat je kinderen iets markeren, ja. Of gek. Ik bedoel... Gek kan natuurlijk ook leuk zijn. Kan ook prettig zijn. Zeker in Oeteldonk op een dag als vandaag. Als ik het zo moet oppakken, dan voor het Oeteldonkse erfgoed, dan is het dan beter op latere leeftijd papa worden. Zeker, veel oude papa's. Ja, Dennis? Ja. Denk lang. Pardon. Ad van Stiphout was daar. Je herkent hem meteen. Ik herken hem meteen. Een oud collega van me. Je maakt van je. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ah. Het lijkt wel. Een gorilla of een chimpansee mama. Hoe krijgt hij vast? Kieken. Kijk naar vogels. Doet hij aan mee? Klein griepje. Spontaan bedacht. Meestal laat zich niet leiden door het motto. En we zien daar de volgende paal aan. En die zit van de putters. Carnavalsvereniging de Putters. Die hebben gewoon het thema aangehouden. Oeteldonk laten zweven. Ontwerper Theo van den Hoek. En de draak voorop. Ik vind dat ze mooi gemaakt hebben. Die maken eigenlijk een reisje met de luchtballon over Oeteldonk. En dat gaan we dadelijk ook zien. Want we zien markante symbolen van het pronkjuweel. De draak bij het station. Zoete lieve Gerritje. Knillers en Jeroen Bos. En de Oeteldonkers die gaan een beetje zweven als ze die markante figuren weer zien. We zijn heel chauvinistisch naar onze stad. Zoals in andere dorpen misschien ook zijn. Maar de Mossenaar, de Oeteldonker, houdt van zijn geschiedenis. Wilde ook graag lezen, zien en horen. Zo vaak als dat hij kan. En we hebben daar een aantal, eyecatchers, landmerk. Ja, links Knillers, middenin Jeroen Bos en rechts de draak, hè, die voor het station staat. Het centraal station. Standbeeld van alle schoonmoeders noemen ze dat. De draak dan, hè. Nou, ik heb een hele lieve schoonmoeder, hoor. Die lijkt niet op een draak. Dit is het beeld in ieder geval binnen Oeteldonkse grenzen onbekend. Ik mis nog even Zoete Lieve Gerritje, die zal er ook op staan. Die stond er voorop. Dus het wit. Ja, hiervoor ziet net zeg maar het hoofdje en de bovenkant van de kip. Ah, ja. Dat is een standbeeld waar je onderaan bij de binnendienst ziet. Zeg maar voor in de stad. Boer Knillers en natuurlijk het Jeroen Bos. Daar waar we zeg maar met z'n allen naar het Jeroen Bos jaar gaan in 2016. Ja. Zullen we denk volgend jaar wel meer van merken ook in de optocht. En door de putters mooi opgepakt.
een van de beroemdste inwoners van de s-Hertogenbosch aller tijden. Jeroen Bos, de kunstschilder. Ja, ja, eigenlijk ook een van de eerste die zeg maar, zijn naam daaraan gekoppeld heeft. Hè? Want hij heet eigenlijk gewoon Hieronymus van Aken. Maar omdat hij uit een bos kwam, Hieronymus Bos. Gestorven in 1516. En nu 500 jaar later, straks in 2016, gaan we de groots uitpakken. Althans, dat wil men. Maar ja, laten we heel eerlijk zijn, we hebben een Hieronymus Bos Art Center, maar alle zijn allemaal kopieën. Tot op de dag van vandaag, zeg ik even, onder voorbouw, geen één enkele echte, want die hangen allemaal in Madrid. En in het Boijmans van Meulen in Rotterdam. Dus daar hebben ze nog wel wat werk. Maar laten we ons bij de putters houden, want die laten we zweven. Als een van de weinige clubs gebruiken de putters ook nog een skelet van betonijzer. De meeste van de andere clubs die werken toch weer met tapeverbindingen. Zij houden echt nog de oude traditie in stand. Ja, hij blinkt. Ja, zon erop helpt ook natuurlijk bij de kleur goud. Hè? Ja, ja. Met het maken van de draak is één persoon bezig geweest. Ja, ze hebben mij niet doorgegeven wie het was, maar ik wil daar best geloven. Onze cameraman is in hogere sfeer. En dan zweven we, hè, boven het moeras. Ik was alleen al niet verwacht dat hij vanmorgen een rondvlucht kreeg boven Utrecht. Lekker het zonnetje. Een prachtig uitzicht. Want het is druk hoor in de stad. Ook ziet u lieve Gerritje is er. Ja, dat gaat naar Den Bosch toe is het vandaag. Hè? Het zal uitgestorven zijn in de wijde omgeving. Het zal stilstaan behalve dan in de plekken waar nu ook optochten rijden. Hè? Want Brabant zijn er. Tientallen andere optochten. Kielegat heeft ook een hele grote vandaag. Rijdt op hetzelfde moment. Breda is dat. De omliggende dorpen zeg maar, van Oeterdonk. Dan hebben we het over Zandhazendorp, Terpelsdorp, Schotgat. Daar was het gisteren zeg maar, hoogtijdag met de optochten. Ik denk dat het een beetje in de historie ligt om dan tijdens de grote optocht van Oeterdonk naar Oeterdonk te gaan. Ja, dat lijkt mij wel. Ze hebben allemaal een eigen carnaval natuurlijk, maar ik heb zo'n idee dat dat daarin ergens ook de planning vast ligt. En mooi hè, die kleuren. Ze door de zon worden gevangen en nu weer de schaduw ingaan. Ja. Van zeg maar de zuidkant van de parade hier in Den Bosch. Goedemiddag als je net inschakelt. Dit is Oeteldonk 2014. De carnavalsoptocht. Wat is wezen? Jij bent de pemer. Vanaf, een half uur gekomen. Hij gaat een geweldige avond. Aparte wietsoort, maar dan van boerenkool volgens mij, of niet? Ja. En ook hier betreur ik het dat wij boven zitten en niet kunnen meegenieten van de stoffen die ze uitdelen. Daar gaan we het toch nog eens over hebben. Ja. Niet te veel. En wat gebeurt er als ik te veel gebruik? Ja, kom op. En vanuit het kringhuis van de vrienden van s-Hertogenbosch zien wij dat carnavalsvereniging de Tierlantijnen eraan zit te komen. Met een ontwerp van Ronnie Meijer. En dat is Ronnie Junior zijn derde ontwerp. Geen vertrouwen in de Oeteldonkse bruggenbouwen.
Bruggenbouwen is het overkoepelende thema van deze wagen. Het belangrijkste onderdeel is natuurlijk de Bartenbrug. Die er nog steeds niet ligt. Die er nog steeds niet ligt. De bouw is een grote catastrofe. Tekeningen en constructies deuken niet. De brug wordt wel te duur. Nou, wethouder Schouten die treedt af. Die heeft dus echt het loodje gelegd daar in zijn ambt. Maar het wordt er allemaal niet beter op. Het is nog steeds niet opgelost. Het kan wel aftreden. Maar een ander element op de wagen is de taxiritten van het college. Om bruggen te bouwen. De ritten die kosten ook veel geld. Voorop zie je de wethouder Schouten. Want hij komt met het geld over de brug. Daarachter zien we de wethouder Geert Snijders. Hij nam het dossier van de Bartenbrug over. Het hoofdpijndossier. Het hoofdpijndossier, ja. En in de taxi zien we eerst burgemeester Ron Bouts. En ook gemeentesecretaris Irma Woestenberg. De bouw van de Bartenbrug is een catastrofe. Bruggen bouwen kosten veel geld. En we zien ook nog een kikker op een vliegend tapijt. Daar een beetje zo ertussenin. En dit stelt de zwevende kiezer voor. Zo van, als je een mening hebt gevormd en je kunt er een kleur aan geven. 19 maart is je kans. Grijp je kans. Behalve in Oeterdonk. Oh, ja, precies, want die wordt geherendeeld. Ja, wij worden geherendeeld. Dus ja. Onze gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in november. Dus je hebt er nog wel even een paar weken, maanden over om over na te denken. Tegen die tijd zal de brug toch wel weer open zijn, of niet? Ik vrees het ergste. Willem-Jan, wij zaten hier 4 jaar geleden al. Ja, over de brug. Volgens mij ging er Oeterdonk die daar nog iets op zou zeggen, ja. Nee. Zou een veerpontje een oplossing zijn? Nou ja, dat hebben we dus ook met al een paar keer gezien. Dat tijdens de kletsavonden was ook iemand, een ton praten hier in Oeterdonk. Dat iemand aanbiedt om het zo op te lossen. Die wilde een veerbootverbinding op de Avel opstarten. Dus we zijn vindingrijk genoeg hier, maar ondertussen nog even terugkomend, want ik vind hem wel verschrikkelijk mooi van het Tierland. Hij is prachtig, ja, ik steek mijn ogen uit te kijken hier. Ja. Erg fraai. Ja. Ja, jij weet het misschien te vertellen, maar de koppen worden meestal ook wel eens verkocht. Soms complete praalwagens, maar soms ook alleen koppen voor hun cafés. Dat zal op andere dorpen denk ik ook wel zo gaan. Ja, ik heb het ook wel eens gezien dat ze verkocht werden en vervolgens een paar jaar later opdoken in een ander dorp of een andere stad. Waar haal ik het vandaan? Ze gaan ook naar het buitenland soms. Steden als Aalst in België. Hey, Jeroen Bos weer. Waard. Ja, ja. Oh, kom. Oh, je hebt geld, Jeroen. Dankjewel, Jeroen. Kom. Ja, maar ik ben wel al lang dood. Dit zijn de Jutters. En de Jutters. Ron Bouts ziet door de bomen de bos niet meer. Ontwerper is Sarah Verboven. Er wordt geld gezocht voor het Jeroen Bosjaar 2016. Of is het nou echt een luchtspiegeling? Hij gelooft zijn eigen ogen niet. Jeroen Bos verschijnt tussen de bomen. Hij lokt de burgemeester. En Ron Bouts ziet hem. Hij wil hem bereiken, maar dan is Jeroen Bos steeds weer verdwenen tussen de bomen. En rest Ron Bouts, dus de burgemeester van Den Bosch, niets anders dan te collecteren voor het Jeroen Bosjaar in 2016. Ja, zo gul zijn we. Want het is gewoon een duur jaar. Een duur feestje van Den Bosch. Carnavalsvereniging de Jutters nemen voor de 33ste keer mee. Kijk hem staan, dat is een feestje waard. Wat een grote optocht. Daar moeten we zoiets mee kunnen doen. Hé, hey, Ron Bouts! Jeroen! Feestje maken! Ja, Jeroen! Ik heb geld zat! Hier! Ja. Nou kom, dan gaan we een feestje maken, Jeroen! Maar dat is ook niet zo moeilijk.
Dankjewel. Oh, maar ik ben al lang door. En ook binnen Oeterbonk hebben we dit jaar een extra feest te verwachten. Want dit jaar bestaat het Oeterbonkse carnaval 11x11+11. En dat noemen ze het, in oktober vieren wij het Mirakels Spektakel. 11 dagen lang. Ik denk gewoon aan carnaval. Van 1 tot 11 oktober zeg ik even uit mijn hoofd. Dus we hebben nog wat ertussendoor. Het speelt zich geloof ik wel grotendeels op de mat af. Zoals het nu gepland staat. Met een musical en zo. Dus er is meer dan alleen deze 3 dagen in het verschiet. Maar het hele jaar door feest. Je denkt hier een mooi hutje. Dat zijn de kleintjes van de drakenbollen. Wat zijn dat, de drakenbollen? De drakenbollen zijn redelijk. Het zijn nog niet. Het is geen oude carnavalsvereniging. En de drakenbollen die brengen niet de kleintjes naar de opa's en de oma's. Maar ze hebben zelf een aanhangertje gebouwd. En sjouwen die jongen gewoon mee. Maar wel zo dat ze geen kant op kunnen. Er zit een hoop ranja in de wagen, chips geloof ik. En die gaan helemaal uit hun plaats. En ze hebben zelf gewoon ook een serieuze wagen. Die het motto in ieder geval opgepakt heeft, touwtrekkerij om de hete brei. Ontwerper is Ramon van Ees. En meer de problematiek van dit dorp. Het stadsbestuur lijkt één grote kermis. Zullen we dadelijk zien. Maar die maken de jongen er eigenlijk niet zo druk over. Het is een mobiele opvang dit? Ja. Binnen optochtse opvang. We hebben nu wel de voorrang. Van normaal hebben die jongen die komen achter de praalwagen. Zou hier ook kinderopvang toeslag voor kunnen krijgen? Dat weet ik niet. Dat zal wel minder worden toch? Hè? Ja. Die opa's en oma's mogen ook niet meer belastingtechnisch verzilverd worden. Nee. Maar ze kunnen wel extra aan de bak. Omdat het allemaal te duur is geworden. Ja. Ik heb wel een paar keer meegemaakt al de afgelopen dagen mensen met een UWV-filter voor de filmcamera. Een UWV-filter. Een UWV-filter. Ja. Maar het blijft een mooi visje. Zeker. En zeker als je net de tv aanzet, dus je bent er niet bij, of net de radio aanzet. Je luistert naar Bostion en Omroep Brabant's gezamenlijke uitzending van de Grote Optocht hier in Oeterdonk. En het is een droog en mooi visje. En zo volgen er nog meer. Ik attendeer nog maar eventjes op de live-uitzending vanavond vanuit Tilburg. Te zien bij Omroep Brabant. Want het feest gaat echt 24 uur per dag door. Beleef het ook mee. Niet vanuit onze eigen kroeg. Maar ook vanuit binnensteden Tilburg vanavond. Morgen de binnenstad van Bergen op Zoom, Krabbegat. Waar de grote leutstoet door de straten gaat trekken. Hopelijk ook in lente sferen zoals hier in Oeterdonk. Want wat treffen we het toch met het weer, zeg. Ongelooflijk. 7-8 graden. Zoals ik net al zei van de drakenbollen. Want de kleintjes zijn voorop. Maar er zit een lang touw tussen. Dat kun je ook zien. En hun thema is dus ook touwtrekkerij om de hete brei. Het stadsbestuur lijkt een grote kermis in een stuurloos bootje. Het theater aan de voet van de Sint-Jan of niet. Want dat is ook een problematiek. Het theater is eigenlijk bouwtechnisch nu afgeschreven. Dus moet het op dezelfde plaats worden opgebouwd of gaan we het verzetten? Ja, de brug natuurlijk, de Bartenbrug. Touw trekken of knopen doorhakken. En daar hebben de drakenbollen eigenlijk inzichtelijk gemaakt op die praalwagen die er aan de andere kant van het touw hangt. Het publiek mag meedoen. Wie bent er dan, zullen ze zeggen? Ik zou zeggen het volk. Maar het volk heeft nog in alles verloren tot op heden. Maar misschien tot in de optocht. Ik hoop altijd het volk. Hij stelt zich eigenlijk optrekken met die op de achters. Deze kant. Mooi.
Kijk, probeert eruit te komen. Nee. Blijven zitten, jong. Blijven zitten. Ja, zie je, dat werkt hetzelfde als zo'n traphekje bovenaan. Ja, precies. Ja. Op een gegeven moment hebben ze dat knopje gewonnen. Jij blijft zitten. Zegt een oplettende papa. Ja, ja. Ja, ik zeg het tegen mijn eigen zoon of dochter waarschijnlijk heel anders. Ik vind het wel een oplossing hoor, voor je kinderen. Ja. Ze mee te nemen in de opdracht. Ja, dat is natuurlijk het mooiste. Wat er is, hè, dat je ze al van de jongs af aan, net zoals ik ben met mijn ouders, mijn vader, moeder, mijn naam ook mee naar de optocht. De jongs af aan opvoedt in de carnavalsfeer. En dat je de liedjes gewoon helemaal kan meepapegaaien. Mee kan dromen. Heerlijk. Dankjewel. En net al wat over gezegd, maar het bootje van de gemeente, dat dobbert stuurloos rond. Je ziet hier schuiten, de rood-wit-gele schuit. Ze krijgen wel stront over zich heen, hè? Ja, ja. Je zult hier maar de burgemeester van zijn, zeg maar. Dus niet de burgervaaier, maar de burgemeester. Ja, 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 precies. We hebben het over het normale gezag buiten de Oeteldonkse periode. Hij heeft dan zeg maar een weekje Sochi gehad, dus hij echt geweest. Maar dan krijgt hij nu zwaar te verduren. Ja. Want hier wordt hij toch geconfronteerd met de bestuurlijke foutjes die uit de voorgaande periode zijn ontstaan. En waarvan de Oeteldonkers hebben gedacht, maar zo makkelijk komt er niet vanaf. En voordat het wit staat, doen we een kop op in de praalwagen. Ja, en dan kan hij zomaar op die van de van deze kunnen staan. Ja, een bak moeras uit het, modder uit het moeras over je heen. Ja. Kijk, en de drakenbollen die zeggen van nou, vorm op de wagen en de medewerker van de NAM. Van de BAM. Nee, geen BAM, want Oeteldonk is een omgekeerde wereld. Hij is kapitein op een stuurloos binnen diese bordje. De kapitein heeft alleen een stuur in zijn hand. Het bootje dobbert maar wat. En het is ook allemaal gemakt een beetje in evenwicht. Ik heb het in de bouw al goed kunnen zien. Want anders krijg je hem niet in beweging. Want er zit geen motoriek in. Dit is niet hydraulisch. Wat is dit? Een stukje zit er op luchtdruk. Maar een gedeelte wordt er ook gewoon bewogen. Gewoon wielen en zo. Ja. De meeste zit wel op luchtdruk met de armen en zo. Maar... Hij is wel leuk, hè? Kleuren, wauw. Ja. Ja, fantastisch. Nou, het getouwtrek. Daarin zien we een aantal koppen voorbij komen. Ook bijvoorbeeld Judith Vink, de directrice van Theater aan de Parade. En dan gaat het erom van waar zetten we dat nieuwe theater neer. Hè? Dus... En daarover moet zij een conclaaf met de wethouder die erover gaat van cultuur, Jeroen Weijers. Onze eigen wethouder, zeg maar, waar wij als lokale omroep mee te maken hebben. Doet het goed, maar hij zal een knoop door moeten hakken. En aan de andere kant van de wagen het getouw trekt met de wethouder over financiën over het geld. Bovenop de Noctopus, hè, dus die roze, met het hoofd van de ex-wethouder Schouten. De wethouder die aan de brug zeg maar gekoppeld zijn kop heeft gekost. Van de brug gevallen is. Ja. En hij heeft uiteraard 11 tentakels. Het is per slotverrekening Oeteldonk. En één van die tentakels wordt achterop doorgehakt door een houthakker. Die spreekwoordelijk zeg maar dan de knoop heeft doorgehakt. Mooi wagen van de drakenbollen. Veel punten opgepakt. Ja, kusjes terug hoor, kusjes terug. Daar. Ik kan me zo voorstellen dat deze onderwerpen die je nu uitlegt en dat je die heel moeilijk meekrijgt. Dat je die niet meekrijgt als je bijvoorbeeld uit Heilo komt. Ik sprak vanmorgen iemand uit Heilo, Zoetermeer, Sittard, hoewel Sittard zal er niet naartoe komen. Dit. Nee, inderdaad, als je vanuit Heilo komt en je weet niet wat er met een Bartenbrug, dan denk je nou, wat hebben die Bossenaren allemaal met een brug hier en wat hebben met name die Oeterbokers met dit soort onderwerpen. Treft de portemonnee en je raakt hem vanzelf. Nummer 29 rolt de parade op. En die zomaar een. Een van een club die zijn geschiedenis heeft geschreven. In ieder geval in een lange historie praalwagen bouwen. Het is carnavalsvereniging De Rare Schutters. En ze hebben het motto: met de Oeteldonkse traditie en symboliek zweven wij al jaren uniek. Ze begeleiden zelf muziek. Dus, de klanken die je hoort. En je ziet de Oeteldonkers zweven in een wolkenschip, aangeduwd
door een nar met zijn kikker. Tussen twee tijdklokken die het Oeteldonkse tijdpad aangeven. Wij zien de digitale klok van vandaag en aan de andere kant zit de klok uit 1882. En 1882, het geboortejaar van het Oeteldonkse carnaval. We zien een boer en een dusk op de wolk die de Oeteldonk spelen. De libelle die vliegt mee en een kikker lift achter op de wolk mee. Een nar duwt de boer en zijn dusken vooruit. En met de nar, de kikker en de libelle hebben we de drie plaatjes weer van dat Oeteldonkse schild, dat Oeteldonkse logo te pakken. En aan de zijkanten zien we nog een klok die op 11 over 11 staat. Er is onder het Oeteldonkse volkslied te zien. Op 11 november hebben wij meestal, of in ieder geval de zaterdag kort daarna, het Oeteldonkse liedjescarnaval. Maar om 11 over 11 spelen ze vanuit de toren. De trompet blazen is de eerste noten van het volkslied. En daarmee wordt zeg maar, het carnavalseizoen wel geopend. En dat is wel een dag die we zeg maar, sinds de afgelopen jaren langzaamaan steeds verder uitpakt. Wat is het volkslied van de Bos dan? Het protocolaire volkslied. Ja. Dat is van de school van Oeteldonk, ook bronkjuweel. Ik wil het ze niet helemaal aandoen om op maandag dit uit de losse pols te zingen. Nee, dat doen we meestal onder een grote noot. Oké. Oeteldonk doet u zweven. Ja, dat doen ze hier duidelijk in deze virtuele zweefmolen. Het is net mooi gedaan. Dit is net alsof ze vastzitten aan die zweefmolen, hè? Het is een damesdispuut. Huppetada. Loopt niet. Je moet de as er even bij, denk je. Ja, ze simuleren in een zweefmolen. Het is allemaal in de stoeltjes zitten. Mooi hoor. Kettingen, nepbeentjes. Ze gaan zwevend gewoon door de optocht. Net zoals onze cameraman. Ja, die zweeft ook. Die zweeft ook. Ik zou er ook van gaan zweven. Maar wij zitten hier op hoogte ook al een beetje te zweven. Want wat is die mooi. Een motto waar je veel mee kan, dat is duidelijk. Ja. Nou ja, het nieuwe motto wordt morgen bekendgemaakt. Hè? Bij de begrafenis van Knillers. Als de hoogheid zeg maar naar bovenin hangt. Dan heb je de tijd om nog op, jezelf erop voor te bereiden. Ja, maar ook weer niet te lang. Ook net zoals het embleem van het jaar. Dat is een van de eerste dingen die dan uit dat nieuwe motto weer voor elkaar moet komen. Hé, hey, een rups. Of een hond. Wat is het? Mega tackle. Kijk nou toch eens. Een echte hond. Dat is opmerkelijk. In de meeste reglementen van de optocht... Ik krijg geen dierverbod. ...is er een verbod op meenemen van levende dieren in de optocht. Jan, help mij eens. Is dat in Oeteldonk ook? Een verbod op levende dieren meenemen? Ik ken het niet, maar misschien wordt er na deze optocht wel iets mee gedaan. Ja, ongetwijfeld. Het is wel grappig gedaan zo. De hond die een beetje een rups is geworden. En hij lijkt het niet eens onaardig te vinden. En ik vraag me nu ook werkelijk af of deze hond ook echt onderdeel is van de optocht. We zien het wel vaker in meer optochten in Brabant. Dat er mensen meelopen die niet echt meelopen. Die er tussenin glippen, tussendoor glippen. En dat is natuurlijk ook grappig, hè? Op de boot hieraan, een invasieboot lijkt het wel. Helemaal leeggestroomd met de zonen van ons moeder. De zonen van ons moeder is een ontwerp van Erik Pennings. En de Bos heeft geen succes meer op het bouwen van bruggen.
En gelukkig zijn daar de zonen van ons moeder die als geboren bruggenbouwers de varkens wel even zullen wassen. Nou, Penny. Het is wel een berichtje dat ze storing hebben op de lijn, zeg maar, van Boston TV. Nou, het alternatief is even overschakelen naar Omroep Brabant Televisie. Ja. Nou, het is een landingsvaartuig met, als je goed kijkt, een groep mannen erop die nog het meest doen denken aan Daar Komen de Schutters. Die befaamde televisieserie van de BBC uit de jaren 70. Ik heb al een paar keer nog herhaald, hè? Ja, Dad's Army heet die, hè? Ja. Oorspronkelijk. Ja, daar is hij duidelijk op geënt, hoor. Hij wordt nog steeds herhaald. Net zoals het legendarische Allo, Allo, ik kan er ook geen genoeg van krijgen. Het is briljant. Kijk, een amfibie oversteekplaats. Die brug is echt goud geweest, hè? Als onderwerp sowieso, en dan ja. Versterkt zeg maar door het thema Unter ook laten zweven. Het, kan, het had het niet beter kunnen, elkaar kunnen vinden, zeg maar, hier in Lotto. En dan gaan ze weer door naar de volgende amfibische landing. En dat moeten ze nog tientallen keren doen. Respect voor al die mensen die hun kunstje steeds keer op keer om de paar minuten moeten doen in deze optocht. Ja, want ze hebben nog een kilometer of 3 te gaan. Hè? Oh, wat zullen die kapot zijn. Weet je wat ik altijd zo mooi vind van zo'n optocht? Dat ze in de loop van de dag overal opduiken. Hè? Als je vanavond later nog in de kroeg ziet lopen. Hé, hey, die heb ik in de optocht gezien. En dan nog met onderdelen zeg maar, van de optocht ja, aan. Ja, onderdelen van de optocht meegenomen. Stukken van de wagen. Prachtig. De op. En achter de zone. Komt de carnavalsvereniging Nooit op Tijd thuis met een zwevende Oeterdonkse stadswandeling. Het ontwerp is van Stefan Heesbeek. Gebaseerd op de ludieke stadswandelingen die al jaren in Zetterhommels worden georganiseerd door twee nogal aparte heren. Voorop op de wagen zien we de fontein voor het station met de draak. Dat zit op het stripboek De Wraak van de Draak. En de draak wil van de fontein springen, maar wordt tegengehouden door de prins die aan zijn Oeterdonkse sjaal vasthoudt. Weer, hè? Blauwe luchten, de wolken lijken langzaam weg te trekken. En het zon overgoten, ‘s-Hertogenbosch, Oeteldonk. Erop zit inderdaad ook je Hieronymus van Aken weer, Jeroen Bos. Ja, ja, ja. Verstopt. Kijk, je ziet in het midden van de wagen zie je de driedimensionale Villa Volta
in Sint-Jan Quatadraal. Heel mooi open gewerkt. Je ziet, hij duwt hem gewoon onderaan, hè. Kapelaan speelt het Oetrochtse volkslied. Ah, dat zult het hebben. Ja. Jeroen Bos ontbreekt uiteraard niet. Beweegt en doet net als Villa Volta. Het bewegende huis in de Efteling. En dan achterop de Diezen met daarin de Bosse Gloppers. Unieke vissen met een grote bek die sinds 1658 in de Diezen zwemmen. In het bootje zitten de perende adjudant Gloppers te vangen. Ook actueel. Deze gaat ook in op een incidentje vorig jaar 2013. Verslaggevers, grapjassen van Pauw Nieuws, hebben toen een opzetje gemaakt waarbij ze net deden alsof ze sheiks waren en FC Den Bosch wilden kopen. Hè? Ja, ja. Kijk, Rutger is ook Rutger Kastrikum. Hij gaat er aardig voor deur, denk ik. De lookalike. Het is het Société Musicale Doeteldonk Atenoye. Een grote loopgroep. Die eigenlijk altijd redelijk laat een onderwerp bedenken. Maar toen in deze loopgroep toch wel. En ook het Oeteldonkse Rijk in handen van de Sheik. Nou, we hopen van niet. Want Atenoye is er nu ook achter dat na FC Den Bosch ook het Oeteldonkse club wordt overgenomen door de Sheik. Dus, geen alcohol meer, gescheiden kroegen voor boeren en duskers. En de grote vraag die is er natuurlijk, hoe ver gaat de Oeteldonkse club voor 11 miljoen oliedollars? Ik weet niet hoe ver het gaat. Nee. Ik weet ook niet hoe je dat zou moeten uitdrukken in meters of in kilo's. Een leut. Carnavalla! 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 Inshallah! Ja, je vraagt wat er echt zou gebeuren met FC Den Bosch, hè? Als het geen opzetje, geen grap was geweest van Pauw Nieuws. Misschien was FC Den Bosch dan wel gekomen 40 jaar. Dat zou trouwens een beetje. Voor elkaar is de hekken sluiten. Dat moet er ook laten zweven. Het ontwerp van Joey Kerkhoff komt eraan.
22 jaar. Max de jongere helft van de ontwerpers noemen. En het liedje van 2014, hè? Van de Henkies. Vermekaar die heeft geprobeerd om alle nieuwsfeiten van het afgelopen jaar te verwerken. Alle nieuwsfeiten in één maand? Ah, veel. Veel. Bartenbrug, het Grand Gala du Quick. De Worstenbreutwee. De Zwarte Pieten discussie, die ook landelijk is geweest natuurlijk. Ja, ja. En er wordt eigenlijk net zo in de Sinterklaasperiode tegenaan geschopt als zeg maar tegen ons carnavalsfeestje. In deze drie dagen en daarna horen ze niet meer. En ook Oeterdonk die is op zoek naar een nieuwe vaandeldrager, was eigenlijk. En zweeft van vreugde van zijn sokkel. En dus, een stukje puntje van een kritiek noot is dat op de wagen is ook een handpop. Je ziet een prins die als handpop is afgebeeld. Oh ja. En dan komt het dat er binnen de Oeterdonk wat rumoer is geweest, omdat de prins nog maar drie dagen zeg maar, binnen het carnavalspel zijn rol mag vertolken. Het is straks over een paar jaar de bedoeling dat hij ook op de aftrap van 11-11 en met het Kwekverstein dat hij niet meer als hoogheid daar te zien is. Puur op zondagmorgen, maandag, dinsdag, terug. En daar is niet iedereen het mee eens. Sommigen vinden de hoogheid ook fijn om erbij te hebben in november al, tijdens het 11-11. Een aantal andere mensen zeggen nee, dat verzwakt het spel wat we ooit bedacht hebben in 1882. Nou ja, en voor elkaar zegt, nou, daar kunnen wij wel mee uit de voeten hier op de wagen. En... Zowaar, de laatste wagen, was dat in ieder geval de optocht. Nou wordt er dadelijk nog wat gratis uitgedeeld. Wat de minister-president Sander van de Gevel. Sander van de Gevel daar straks al aankondigde. Ze delen iets uit. Maar niet voordat er een praalwagen uit een heel ander dorp mee is gekomen. Om een mooie afsluiter te hebben. Het is uit Heukelom, uit Rommelpot, zoals dat heet. Gemeente of provincie Gelderland, hè? Ja. Dus vanuit een heel andere regio mag die wagen mee. Van carnavalsvereniging Gingezijk, dus komt niet uit Oeterdonk, doet ook niet mee voor onze prijzen. Andere kant van de sloot. Ja. Maar de wagen is een ontwerp van Joris van Roes en het motto bij ons op de wagen duurt de Prinsendag vier dagen. Het opmerkelijke van deze wagen is dat er een tractor de praalwagen duwt in plaats van trekt en de praalwagen volledig hydraulisch bestuurd wordt. Ja, is ook wel. Dat zie ik voor het eerst. Een duwende trekker. Ja. Dat klinkt nogal raar, een duwende trekker. Nou ja, het bestaat. Ja. Gingezijk, een groep van 25, 30 jonge praalwagenbouwers. Die is graag in de optocht van Oeterdonk willen meerijden. Nou weet ik niet of iedere vereniging uit ieder dorp die dat ook een leuk idee vindt, volgend jaar mee mag doen. Maar je kunt allicht eens een mailtje sturen naar de Oeterdonkse club. Hallo! Prinsesje is uit Heukelom. Van Oranje, ja, dat zijn de drie A's natuurlijk. Amalia, hoe heet ze ook alweer? Nou ja, de drie troonopvolgsters. Amalia en haar zussen, laten we het zo maar zeggen. Kijk, en dan zorg toch voor de koninklijke afsluiting, zeg maar, in onze optocht. Willem-Alexander, Maxima. Ja. Daar waar we onze eigen hoogheid natuurlijk vooraan in een optocht hebben gezet. Is dit dan toch weliswaar met hulp uit een ander dorp, een koninklijke afsluiting
van de uitzending samen van Bostion en Omroep Brabant. En helaas voor Bostion, wat ik begrepen heb, is de verbinding daar met de straalverbinding wat eerder kwijt. Nou, allemaal overschakelen naar Omroep Brabant. Dan hebben we er weinig gemist. En ik denk dat de meesten daar wel gevonden hebben. Wij leggen het duidelijk uit dat we op beide netten te zien zijn. En wij gaan eens goed kijken wat daar mis is gegaan. Maar een koninklijke afsluiter van een mooie optocht. Zeker weten. Dit was Oeteldonk 2014, waar het feest doorgaat. Veel meer leut nog de komende dagen op Omroep Brabant. Optocht televisie vanavond vanuit Tilburg. Kijken en ook morgen de live uitzending vanuit Krabbe gaat. Maar er is veel meer leut. Ook vanuit ons eigen Vijf Visje Niek Café. Hoho, kijk eens. Blauwe lucht boven de Sint-Jan. Prachtig. Wat een mooie Oeteldonkse dag. Dankjewel. Mooi plaatje. Jan de Besselaar. En ik namens mij, Willem-Jan Joog, hebben ze hier een hele, hele fijne dag. Een leutige carnaval nog de komende uren. En... Houdoe.